Dit is een strijdhamer. En deze strijdhamer is ook gevonden bij opgravingen bij Kasteel de Nieuwburg. En volgens overlevering is deze gevonden tussen de verkoolde houten resten van de toegangsbrug. En waarschijnlijk is dit een relict van de laatste strijd die bij de Nieuwburg gevoerd is, in 1517. Toen grote Pier kwam met zijn bende en het kasteel eigenlijk verwoest en geplunderd heeft. En deze strijdhamer bestaat uit twee soorten. Hierboven heb je een metalen punt. En dit deel, middendeel, is van lood. Hij weegt ook behoorlijk veel. En waar het eigenlijk op neerkwam, is dat een korte steel aan. En hiermee kon je als het ware door iemand zijn helm prikken. Eigenlijk gewoon een prik. En met die knopsen kon je het afmaken. Dus het is eigenlijk niet een heel vriendelijk ding. Maar het is wel een hele stille getuige eigenlijk van de strijdfunctie die zo'n kasteel heeft.